Kijk eens wat een gigantisch bandenarchief. In talloze depots, diep onder de grond, hier in beeld en geluid, liggen tienduizenden banden opgeslagen. Met radio- en televisieprogramma's, films en documentaires van vroeger. Het archief van beeld en geluid wordt steeds verder gedigitaliseerd. De oude banden hebben geen eeuwig leven en worden daarom allemaal ingeladen en omgezet naar enen en nullen. Inmiddels is er zo al een miljoen uur aan oud beeld- en geluidsmateriaal gedigitaliseerd en veilig opgeslagen. Net zoals ze hier met de tijd meegaan, moeten wij dat ook doen. We hoeven niet alles te kunnen, maar we moeten wel mee kunnen, zodat we actief deel uit blijven maken van de maatschappij. Wat was het leven vroeger overzichtelijk, hè? We stuurden elkaar kaarten en brieven, we lazen het nieuws in de krant. We keken met z'n allen om 8 uur naar het NOS-journaal. En als we bij elkaar op bezoek wilden, dan maken we een afspraak via de vaste telefoon. Al dan niet nog met een draaischijf. Nou, dat doet u misschien allemaal nog steeds, maar er is natuurlijk heel veel meer mogelijk, hè? E-mailen, WhatsAppen, videobellen. We kunnen gebruik maken van social media. Ja, komt ie. De organisatie Senior Web wil ouderen graag inspireren om digitale ontwikkelingen te begrijpen en om veilig en verstandig met alle nieuwe mediatoepassingen aan de slag te gaan. Want het leven wordt een stuk leuker als je een beetje digitaal fit bent. Dit hier is mijn vader. Hij is alweer een paar jaar geleden overleden. Maar hij was iemand met een smartphone en met een tablet. Hij zocht dingen op, hij volgde het nieuws online. Hij was een enorme Tour de France liefhebber, kon hij uren naar kijken. En dan zat hij weer te appen daarover met zijn vrienden. Zijn vrouw was eigenlijk een beetje de voorloper in die dingen. Want haar zoon legde dan uit hoe het allemaal werkte. En zij legde het later weer aan mijn vader uit. Dus ik heb van nabij mee kunnen maken hoe zij lekker meegingen in die nieuwe ontwikkelingen. Waardoor je natuurlijk deel blijft uitmaken van de maatschappij. Je bent weerbaar, zelfverzekerd en je raakt absoluut niet in een isolement. Mediawijsheid is in onze hedendaagse maatschappij een absolute vereiste. Daarom maak ik samen met Beeld en Geluid en Senior Web dit programma voor u.